fijn, ik ben eigenlijk pianist, dus... Dit gaat over een gebeurtenis op het strand ten tijde van die verliefdheid op dat meisje. Het strand wat ook zo mooi wordt beschreven in het derde gedicht van Ruben van Avermaet enzovoort. Het strand. Vieren doet een auto zijn, dat doet hij reuze goed. Want als je snoeken en de eerste razen ronken door zijn voet. En kijk, het ieder ziet de rondjes, hij regent, ziet de tap. Je hoeft niet te betalen, want met vieren vind ik dat ik gelee. Bam, bam, bam. Kijk, het wordt gelegd in de musical en het ligt al op de stoom. Maar kijk, het gaat er voor familie IJsselstein en Adelman. Hij zegt dat hij een spot is, dat is de helder. Ik doe het.
De zon mag ondergaan in dit landschap. Mag zijn laatste stralen over de velden laten glijden, over de toppen van de bomen. Snel een gedicht doen uit zoekmachines. Ja, schrappen we twee. Want dan hebben we nog genoeg tijd om over Kleine Pralinda te praten. Want dat is eigenlijk daarin. Daar is heel veel over te vragen en te vertellen. Kees Bergdronk zong over de Big Bear. Ik moest meteen denken aan heel veel gedichten van jou, want jij gebruikt heel in gedichten vaak woorden als ruimte, heelal, aarde, maan, planeten, sterren, verzamelbundel. Dus ik wil die vragen eigen universum te maken. Eigen universum, het merkwaardig. Ja, dat kun je wel zeggen, dat vond hij ook. Ja, vind ik ook. Eigen universum. De oude wijze man monkelt tegen het einde van de eeuwigheid stilletjes voor zich uit in een hoekje van het heelal, waar nooit eens wat gebeurt. Mij zijn de dobbelstenen ontnomen, ogen die de verworpenen der aarde pogen te behoeden voor verval. De uitkomst, altijd de drie, geloof, hoop en liefde. Ach, ach, de liefde, ja, ja, daar heb je haar weer. Haar bewegingen die niet zo bijzonder schijnen en juist zo bijzonder zijn. Ze loopt er mee weg, ze loopt er gewoon mee weg, hoeveel ogen ook haar worden toegeworpen. Ja. Nou, dan kunnen we wel 10 letters gaan proberen. Nou, wees jij ze voor. Ik zou bijna zeggen weer dit gedicht, ik heb een complete blackout. Ik weet echt niet meer. Weet je de aanleiding? Weet je nee, ook niet. Over de aanleiding? Nee. Ik weet alleen, er zit natuurlijk wat van die elementen in. Welk jaar schreef je het? Ja, dat we dus ergens rond 2000, 1999, 2000, 2001. Maar natuurlijk, het is natuurlijk, weet Einstein die gezegd heeft, God dobbelt niet. Dat zit er natuurlijk in. En dan, weet je wat en dan die ogen en dan gewoon een beetje een spel spelen met al die terminologieën die een beetje ratse flatsen. Wij dachten ook aan een titel van Reuko Kampert, Liefde Schijnbeweging. Ja, oh ja, dat zit ook, dat heb ik wel gelezen. Ja. Ja, daar wil ik dan zelf op promoveren. Ja. En er zit er nog wat Vlaams in, de oude. Ja, de oude. Ja, wie is die oude wijze man? Ja, en daar ga je dan zo niet meer. Die gast die ook die toespraak op daar. Ja. Ja, ik denk dat dat hermetische gedicht is. Maar deze je kunt denken, het gaat over God. Ja. En er zit ook een stukje Harry Mulisch in, hè? Die heeft zo'n geweldig gedicht, 888, die eeuwigheid alleen als een gedicht, die zinsnede voor dit. Ja, van Harry Mulisch zijn ook de prachtige woorden, de wijn is drinkbaar dankzij het glas. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is ook een mooie gedicht geschreven, Harry Mulisch. Ja. Goed, zullen we dan nu naar Kleine Oeralinda overstappen? Kort intermezzo. Ja. Nou, Kleine Oeralinda is een verhaal op zich. Het is een waagstuk van je welste.
Ik ben ooit bij de presentatie geweest in het oude gebouw van daar bovenin, hè, in de sociale dienst, met dat zand en de doodstelling. Dat was allemaal een heel bijzondere omgeving om zo'n bundel te presenteren. Het is je eerste bundel geweest die bij Contact verscheen. Ja. Ja, je ging weg bij Prometheus. Waarom was dat eigenlijk? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Was je daar niet tevreden? Of ja, ach, deels wel, deels niet. Ik heb 3 bundels bij Prometheus bij Bakker gehad. En voor iedere bundel had ik een andere redacteur. En meestal waren dat redacteur, die vond het allemaal wel goed. Maar het was niet, maar nou niet dat hij hun hart bij poëzie lag of zo. Mm. Toen heb ik 2 redacteuren gehad waar het niet eens tot een bundel mee kwam. Er waren toen alweer Onno Blom. Daar kon ik heel goed mee vinden. Mm-hmm. Maar die ging toen weg voordat wij ook maar 1 bundel hadden kunnen doen. Ja. En toen Bertram Maurits, hetzelfde. En die ging toen naar Contact. En ja, toen was ik op zich ook redacteur over daar, want je werd ook niet echt op de hoogte gehouden door het verloop. En toen kwam Toef, zijn vrouw, Bertram een keer tegen. Ik zei, ik hoor maar niks van Bertram. En die zei, ja, hij wil je niet losweken van Prometheus. Toen zei ik, nou, hij mag best een kansje wagen, hoor. En toen ja, die was echt met poëzie bezig. Ja, en die, ja, dat klopt. Ja. Bertram is heel erg in poëzie. Dus ja, zo ben ik bij Contact teruggekomen. Dus je bent eigenlijk met hem meegegaan. Ja, dus met vertraagde, net kielzocht. Ja. Ja. Maar je hebt dus kennelijk ook heel erg... je hebt die behoefte aan iemand die goed meeleest. Die... Nou, dat is wel prettig. Ja, is een hoe belangrijk is een redacteur voor een dichter? Ja, kijk, als ik verder hyper tevreden was bij Prometheus, zag ik daar natuurlijk wel... ik had een beetje het idee dat het organisatorisch liep het ook niet altijd even lekker bij Prometheus. Dus bakken, dat ze gewoon dingen niet... recensie-exemplaren niet aankwamen en weet ik veel wat. Dat ze niks opstuurden voor prijzen en niet dat ik denk dat ik die win. Maar het is toch fijn dat je opgestuurd wordt in ieder geval. Dus dat had er natuurlijk mee te maken. En ik was bij Prometheus gewoon gewend geraakt om zelf mensen te vragen om van tevoren te lezen. Ik heb zelf een mail nog gevraagd om zoekmachines te geven, omdat het heel goed komt. Maar nou bij Contact heb ik gewoon een fatsoenlijk iemand die gewoon zelf ook fatsoenlijk poëzie leest en daar wat zinnigs over kan zeggen. Dat is, Want heeft een redacteur veel invloed op de samenstelling van een bundel? Niet zo goed. Ja. Ik bedoel, hoe gaat het? Je stelt een bundel samen, stel ik me voor. Ja. En dan reik je dat aan en geeft de redacteur. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook in eigen beheer boekjes gemaakt. En ik vind het leuk om er wel meteen kant en klaar. Dat ik weet dat er een veelvoud van 8 pagina's, het liefst een veelvoud van 16. Dus krijgt helemaal kant en klaar, lever ik het in welke gedichten ook bij elkaar op de bladspiegel komen te staan. Ja. Kleine onderlinden is dat toen wat anders gegaan. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar aan details. Kijk, want zoekmachine is al heel bijzonder, omdat je zwart papier hebt met witte letters. En, nou ja, het zwarte licht moest ik ook aan denken van Harry Mulisch. Nou, dat niet. Maar... Het ontbreken van de witregels. Ja, dat zijn helemaal geen witregels. Dat denk je van als dichter, die zit geen in, dat laat ik liggen in de winkel. Er zit geen licht en geen witregels bij. Ja. Nou, dit is eigenlijk een voorlopertje op Nou, als het gaat om vormexperiment, zeker. Ja, ik weet niet of iedereen Kleinoodelinde kent, dus misschien wel handig om daarnet. Nou, er zitten dus meer. Vertel eens even. In zwart-wit gekopieerd komt het er nog veel duidelijker uit, zie ik. Maar dit is eigenlijk wat ik zelf hiervan kan zeggen, is dat dit het voorlopig hoogtepunt is van een oeuvre in ontwikkeling. En als je de ontroering die hiervan uitgaat en het vormexperiment neemt hier zo'n hoge vlucht. Ik ken geen Nederlandse dichter die dat zo heeft. Je moet nu even weggaan. die dit zo. Wat zo zijn jouw precies? Dat is allemaal opgenomen. Dit is namelijk heel bijzonder en dit is poëzie voor beide poëzie, kun je eigenlijk wel zeggen. Als ik het zo mag samenvatten. Maar dan moet jij eens vertellen, waarom heb je dat zo willen doen? En met die Melle Hammer, die moet het ook genoemd worden. En wat vond je bij Contact toen je hiermee aankwam en wat je wilde? Want het heeft waarschijnlijk tonnen gekost om het zo te maken. Nee, dit is binnen hetzelfde budget gebeurd. Okay. Dankzij de creatieve omservingen van Melle Hammer, die ruildiensten met de papierhandelaren en drukkers
Ja. Maar vertel eens, hoe kwam je die Melle Hammer? Nee, dat is de vaste vormgever van de poëziereeks van Contact. Oh, dus toen ik bij Contact kwam, had ik het in mijn achterhoofd al wat ik wilde met een nieuwe bundel, Klein Moerlinde. Voor mensen die het van... Oh, jullie hebben natuurlijk kopietjes daar, dus je ziet het in zwart-wit. Het is ook nog eens in kleur gedaan, dus ik wilde... Kun je uitleggen hoe je het hebt opgebouwd? Hoe is die bundel samengesteld? Ideeën, hoe aard zijn gewoon allemaal gedichten die erin staan. Zo, in principe bij iedere bundel. Ja. Dat maakt bijna niet. Ik had het ook voor kunnen kiezen om het gewoon klassiek als een. Maar er is heel veel bij. Er komt heel veel bij. Er zijn veel extra's. En dus we begonnen een keer met een oude nieuwe kaart die ik zelf maakte, die ik dan als PDF stuurde, waar ik een soort voetnoten in de gedichten ging plaatsen. En dat was eigenlijk mijn idee van, ja, je hebt al die nieuwszenders en elke de jeugdzenders, MTV en DMF. Overdag SBS 6 en RTL 4, hè, waar iemand zit en sms-berichtjes links en beurskoersen onder. Dus zoiets wilde ik met mijn gedichten gaan doen. Dat waren zo allemaal gegevens om die gedichten heen ging groeperen. En toen kwam ik op Klein Moerlinde, dat titelgedicht. Moerlinde boek was een fake historisch document dat in Den Helder is opgedoken. Wanneer? 1850, dat waarschijnlijk door Piet Paaltjes samen met een geschiedkundige of een oer-Friese beschreef die de directe nazaten van het verdwenen Rijk Atlantis zouden zijn. En dat is een boek dat al heel fragmentarisch uit wetten en verhalen, legendes en weet ik veel wat allemaal. Maar het was in mijn ogen, dus omdat het een fake historisch document was, dus eigenlijk een kunstmatige verzonnen beschrijving van de werkelijkheid. Ja, dat is poëzie ook. Dat is ook een soort verzonnen geschiedschrijving als het ware. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik voetnoten uit het oorspronkelijke Oeralinda-boek ga ik in mijn gedichten plaatsen. Niet eronder, maar gewoon echt tussen de regels door. Gewoon waar ze zitten, daar komen ze. En toen ben ik nog wat meer subteksten bij gaan plaatsen. Dus ik heb allemaal een soort een tekstlandschap om de gedichten heen gemaakt. Ja. Tekstillustraties. En er is ontzettend veel werk geweest. Ja, ik had eerst de bundel gewoon helemaal klaar en toen ben ik gewoon allemaal stukjes uit het Oerlinda boek gaan opzoeken. Maar je hebt ook nog binnen de gedichten zelf excerpten genomen die je dikte ook weer een klein regeltekst en een soort mini-gedichtje vormen. Dat was ook een beetje de bedoeling dat mensen mochten afgeleid worden, maar ze moeten, als ze willen moeten ze het kunnen lezen, maar als ze meteen afgeleid worden, dacht, ja, dat vind ik ook best leuk ook wel. Wat een beetje gebeurt als je poëzie in je eentje ook leest, dan word je ook afgeleid door wat je leest. Dan voor? Ik lees de kale gedichten voor. Ja. En mensen kunnen het omheen zeppen. Als ze de bundel in handen hebben, dan kun je van... Maar ik heb zelf wel wat vrienden die het nog niet gelukt is om het te lezen. Die nemen zich dan voor om de kale gedichten te gaan lezen, maar die worden dan afgeleid door al die... Lees het eerste gedicht voor. Klein Oeralinda. Opgetrokken uit pijn en bloed, geweren in de rug, pleister plaatsen in de duinen. Nooit dieper dienst gedaan dan daar te staan onder de voortdurende dreiging van helmgras, piepers, admiraalvlinders. Ja, nu pas. Nu alles is vervallen, wordt er verbeten strijd geleverd. Jongens nog, bijeengedreven in de holen en spelonken. Altijd met elkaar en altijd om het andere geslacht. Hun namen als hiërogliefen gekliefd in graffiti, krassen, krijt. Lida, Vinda, Freya, kom terug, we hebben spijt. In de hoeken liggen de platgetrapte resten van hun liefde. Blikjes Diet Coke en Sprite. Waarom heet het Klein Oeralinda? Dat is dus... De titel van de bundel, ja, maar... De titel van het gedicht, nou ja, Klein Oeralinda vind ik nog altijd een soort tuinachtig iets van, een soort gebiedje. Dus associaties laat je ook weer op los. Ja, die Lida Vinda Freya is natuurlijk, dat zijn de drie godinnen uit het Oeralinda boek. En dat heb ik gewoon in het nu gesitueerd. Dus het is ook weer een mythische vorming van de jeugd die daar samenhokt. Een beetje bijpassende ouderwetse taalgebruik ook, hè? Hun namen. Ja. En dan dat oorlogstermen, helmgras, piepers, admiraalvlinders. Ja, piepers, dan denk je aan aardappels, maar dat betekent veel meer. Hè? Ja, je hebt ook een vogelsoort, hè? De duinpieper. Graspieper. Ja, echt zo. Dat is een vogel. Ja. Maar er zijn natuurlijk gewoon een paar termen, natuurtermen die ook oorlogs... En scherpe patronen vond ik ook in het woordenboek van vandaag. Oh, grappig. Oh ja? Piepers. Ja, een militaire term. Ja.
kan dan heel goed. En dan kun je die wat in de bundel dan anders kleurt, dat hier als bobbels dik gedrukt opdrukt, dat kun je dus ook inlezen. Ja, heel goed. Dus op een dreiging van jongens lonken met het graf. Ja. Ja. Om liefde, ja. Ja, dat is weer achter. Ja. Ja. Dus ik heb gewoon, dat was ook veel werk om steeds iets in die teksten te zoeken. Zijn dus bij contact van, dit is zo afwijkend, hier doen we onmiddellijk aan mee? Of was het waar? Ja, dat vonden ze. Ja? Ik heb natuurlijk Bertram dit concept toegemeerd. Ja. Dit ben ik van plan. En, die vond ik een heel goed idee. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is ook. Ja. En Melle Hammer, die heeft de consequentie van mijn input. Is het zo geworden? Tot en met dat omdat de voetnoten in de gedichten zelf kwamen te staan, moest de regenafstand iets groter worden. Ja. Waardoor niet heel braaf zoals ik bedacht had, alle gedichten op één pagina konden. Dus dat ging ook nog verlopen. Maar dat had als mooier. Ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En de omslag is prachtig, hè? Ja. Het is een prachtige omslag van een bundel. Ja. Dat vind ik zelf. Ik vind het in alle gekte eenvoud. Hoewel Melle wel duidelijk zegt, die opslag moet natuurlijk veel eerder dan het productieproces heeft wel een half jaar extra gekost. Het waren alle gedichten al af, het was puur door het enorme vele werk. Dit zijn ook voor volgevers van 3, 4, 5 lagen die op één bladzijde liggen. Dus als je daar iets moet wijzigen, dat toch nog wat teksten gewijzigd worden, dan moet je eerst de juiste laag weer aanklikken en opzoeken. Hoe is dit uitbundig experiment ontvangen? Nou, de mensen die erover geschreven hebben, die waren heel positief. Goede gebeuren, die was heel positief. Die heeft echt heel positief over geschreven. Ja, maar een aantal kranten heeft er ook niet over geschreven. Ja. Ik had er wel meer van verwacht, en niet desnoods positief, maar wel meer aandacht. Ja, zeer bizar is dit. Ja, het is bizar. Ja. Het is bizar. Ja. Maar het is ook, wat ik al zei, het is eigenlijk zo gewaagd dat je denkt, wat komt hier nou op? Ja, heel traditioneel gaat gewoon een bundel. Gewoon met veel wit. Ja, een beetje wit. Want het lijkt erop alsof, wat ik net zei, dus dit is een hoogtepunt van wat vooraf ging. Hè, dus zoekmachines, zwart met witte letters. Ja. En ook gekke dingen erin. Maar dit is ook esthetisch, dit is gewoon heel mooi gemaakt. Ja, dit is, dat zijn ook echt van die oude historische kleuren. Koper, je kunt het zien als je het in het licht houdt, dat echt glimt. Ja. Is dit een programmatische bundel, zoals je dat met het duur woord noemt? Hier wil je een statement mee maken? Ja, dat zijn ik bedenk dat gewoon op een dag en ik doe dat. En wat dat statement is, daar maak ik me wat minder zorgen om. Ja, dat doen we nu. Ja, dat weet ik. Ja. Mijn statement is dat ik wilde dat mensen afgeleid worden tijdens het lezen. En dat je echt heel geconcentreerd je best moet doen om die gedichten zelf te lezen. En maar dat het niet goed is dat het. Ook natuurlijk dat nooit iets op zichzelf staat. Dus, er zijn meer stemmen. Maar wat ik me afvraag, zou het ook niet een argeloze lezer kunnen afschrikken? Juist die veelheid aan taal, dat het overdonderend werkt en overweldigend. Ja. Je zou er haast bijna een bijsluiter moeten leveren van hoe het gelezen moet worden. Wat doe ik niet? Don't try this at home. Don't try this at home. Ja, de consequenties inderdaad, dat het volgens mij wel minder gelezen wordt. Ja. Dus dat was thuis met mijn lief ook over gaan Irene, die zei, het is wel gevaarlijk wat je doet, mensen gaan het niet. Het heeft inderdaad wel iets imponerends ook. Ja, zoiets had ik nog nooit eerder gedaan in het Nederlands gesproken. Echt nooit. En wat leuk is gewoon dat je dat gewoon op een dag bedenkt en je doet het gewoon. Ja. Ja, het doet natuurlijk een beetje denken van al sta je met een klein beetje, maar dit is vier dimensies, hè? En dat van al sta je blijft toch. Ja, maar blijft die gedichten zelf, maar hier komt inderdaad een heel stuk bij. Ja, hier krijg je dus echt ook verdieping. Zullen we eens kijken naar Echo's van Haan? Ja, het laatste gedicht zou ik zeggen. Dat is wel een heel lang gedicht. Ja, maar lees maar voor, we hebben wel tijd. Wat? Echo's van Haan. Of een rode fabel. Alles heeft een echo, alles. Althans, daar begint het allemaal mee vandaag, deze degelijke fabel. Olijk, nietwaar? Nog lijkt er niets aan de hand daar in dat verre land der lemmingen. Niemand die ergens iets van zegt, dus de lemmingen verlustigen zich rustig in de zon.
biologisch al lang weer legt natuurlijk, maar het klinkt verdomde lekker zo, die lanterfantende lemmingen. Daar komt vanuit het blote niets een lawaaipapegaai aangevlogen. Een type grote snavel, kop met kuif, niet kaal, keurig in de veren. Lemming, lemming, zegt hij en strijkt neer. Lemming, lemming, zegt hij weer. Hij heeft het maar van horen zeggen en doet conform zijn eigen ik niets anders dan pro forma reproduceren van het laatst bijgeleerde. En de lemmingen voelen zich lekker aangesproken, roepen meer, meer. Niet eerder was er zo'n vogel die zoiets zo doeltreffend zei. Dus met iedere lemming, lemming komt er weer een lemming bij. Lemma's, lemmingen drommen rondom de papegaai. Eenparig, eendrachtig, eenvormig. Eender zoals lemming en lemming eender zijn. En eenderen geen een eender. Lawaai-papegaai probeert er nog een die anders is. Een verspreking wellicht of haperende lettergrepen. Hij wordt terechtgewezen door de menigte tot in het ravijn. Lemming, lemming klinkt het nog na. Het loopt uit de hand. Hier helpt geen Vleming meer, geen Vlaming zelfs. Nochtans beterder in taal. Er is geen woord hoger honing bij. Eerder kakofonieën langs de laagwei. Gekloonde metaforen. De lemmingen lemmen door als in een larmoyant koor. Terwijl de lawaaipapegaai lemmert tot het lemieren van de dag. Dan is ook het woordenboek op. En op vliegt de lawaai-papegaai en laat de mentale oplawaai waaien over het leger, nu compleet verwees de lemmingen. Lemming, prevelt de lemming nog wat hees en zet zich enigszins bedremmeld in beweging. Een zelfgenererend procedé, een processie zonder weerga, zodat de ene na de andere lemming meebeweegt. Zij stamelen in eendere stemming, lemming, lemming, en gaan hun voorgangen na. Rond het ravijn klinken de klanken nog verfijnder. Daar beneden horen zij talloze engelen lemming, lemming zingen. De lemmingen dremmen door tot over de rand. Verdrinken in de opgeroepen deining van de zee. Verminderen zien de ogen. En de lawaaipapegaai, die doet niet meer mee. Is allang weer opgetogen van een volgend woord. Mensen, kinderen. Ja, dit gedicht moet je aan het voorlezen. Dit moet je vooral voorlezen, ja. Lemmer, hè? Ja. En een geweldig taalspel. Je bent heel erg aan het spelen, hè? Ja, het is een taaltalig, hypertalig licht. Ik heb ook wel wat bundels die... ik heb vertalingen in het Engels en Italiaans, maar ik zal nooit deze naam uit vertalen opsturen om te vertalen. Dit is zo Nederlands. Nou, er wordt leuk gespeeld met tremmen en lemieren. Hè, de, ja, de morgen en dan is het woordenboek ook echt ook. Ik heb natuurlijk gewoon bij Lem. Ja, precies. Dat heb ik ook al iets in de Turk inderdaad. Ik heb het allemaal netjes opgeschreven. Ja, maar is het alleen maar woordspel of kunnen we toch zeggen? Ja, dit is natuurlijk net na de moord op Fortuyn geschreven. Fortuyn zit hier nog in, dat is niet kaal. Niet kaal. Dat er dan het is gewoon fabel. Dus in principe was dit een van de thema's van de gedichten daar. Hè? De fabels en andere dingen. Gevraagd om een moderne fabel te schrijven. Ja. Nou, mooi geluk. Gewoon heel lekker talig. Maar ik ga hem toch vragen, wie is die lawaai van? Ja, dat is... Hij heet nu Dick Wilders. Natuurlijk met de Hamelen, hè? De Lappen van Hamelen, dus, dat is nu de lawaaipapegaai. Ja, ik en moest die roept wat de mensen willen horen, hè? De mensen zeggen het zelf allemaal. Nou, dit is natuurlijk erg leuk om te schrijven. Ja, ja, het plezier spat er vanaf, inderdaad. Het taalplezier dat je aan beleefd hebt. En er tussendoor dus weer die fragmenten van het Oeralinda-boek. Ja. En die kunnen er al dan niet wel mee te maken hebben, maar meestal niet. Ja, want als je nou bijvoorbeeld kijkt, daarachter gedrukt staat een gelezen geest, comma een beluisterd bewustzijn. Ja. Dat komt uit klein Oeralinda. Nee, die grote teksten, ja, dat moet ik nog eerlijk uithalve zeggen, die grote teksten komen uit een heel mooi kunstboek van Tom Phillips, Engels schilder, die is op een gegeven moment Victoriaans romantische drie stuiverboekje heeft een keer tweedehands gekocht. En dat heette A Human Document. Dat is een roman over een uitgever die aan de hand van dagboeken en gedichten en losse teksten van een of andere iemand een boek moet samenstellen. En daar is hij destijds in de jaren 60 of zo
vanaf de jaren 70 om woorden die hij niet wilde hebben weg te strepen, zodat er een nieuwe tekst overbleef. Zeg maar, zoals ik ook gehighlighted woorden heb in mijn gedicht die een nieuwe tekst opleveren. En uiteindelijk is hij die gaan beschilderen, die pagina's. Dus en dan zie je steeds een soort mini-gedichtje eigenlijk in een beschilderde bladzijde. En dan heeft hij ook een nieuwe hoofdpersoon, die heet Togen. En die kan alleen bestaan als in die pagina het woord together voorkomt. En dan komt Togen even weer op een pagina voor. En dat is een geweldig mooi boek. En die heb ik, staat natuurlijk in dit geval, staat er wel iets in de verantwoording achterin. Dat ik daar tekst uit heb gebruikt. En dat is weer om de hint te geven dat er ook nog gehighlighted woorden staan. Dus dat waren dan die Engelse teksten die ik dan weer in het Nederlands heb vertaald om hier in te zetten. Mm-hmm. Dat zijn die grote opgeblazen. Ja, en die kleine gedrukte. Die groene, dat zijn echt voetnoten uit het Oerlindenboek. Ja, ja. Een kind van de kust, zijn gedachten stromen weg als water. Het zijn hele poëtische teksten. Ja, ja, het zijn hele mooie. Dacht je van, nou, daar kan ik wat mee, kan ik. Ja, ik heb eerst van hele sette mooie teksten in het Engels bewaard. En die heb ik toen wel ietsje vrijer vertaald dan heel letterlijk. Om ze hier weer een beetje te kunnen gebruiken. Dus nu weten we ook dat het gaat, dat het geschreven is de tijden van de moorden op Fortuin. Ja. Lemmingen die hebben gewoond om ze nu en dan eens met z'n allen naar het ravijn te rennen. Ja, en achter elkaar aan te rennen. Ja. Ik weet niet eens echt of ze ravijnen instorten, maar dat is het waarschijnlijk een tekenfilm. Ja, collectieve zelfmoord. Ja, collectieve zelfmoord. Ja, er zijn er dan heel veel en dan gaan ze als een gek allemaal flikken ze weg. Het schijnt niet parken zijn. Het schijnt niet parken zijn. Nee. Maar ze gaan wel, schijnen wel, wat ik wel ooit de documentaire gezien, dat wel een enorme uilen meetrekken wel ze en zo gaan migreren. Dus ze worden wel en masse. Het maakt niet eens uit of het echt waar is of niet trouwens, dan wordt in de licht in ieder geval wordt het gewoon zo gewet is mee. Ja. Dus fuck reality kun je zeggen. Dat wil je eigenlijk zeggen, toch? Ja. Nou ja, biologisch al lang weer legt, zeg toch? Ja, dat klopt. Ja, dat zeg je. Wat mij opviel was nog, er is geen woord hoog en hoog in. Ja, maar dat is, nee, dat moeten we even eruit. Ik had toch hier langs de lage wijn. Hier komen toch de promovendi toch even in. De postmodern. Er is geen woord hoog en hoog bij. Ja, toen we dat lazen, toen dachten we, ja, kom wel, hou zeg. Als je niet aan het N-woord denkt. N-woord? Nee. Ja, natuurlijk is dat een langs de wagen laag bij. Dat is weer Paul van der Staaien. Ja. Van de hoge land, van het hoge land, een kano, een man in een kano, daar zit hij laag mee in. Maar daar staat meteen ook achter geklone metaforen. Ja, precies. Ja. Dus het wordt op een presenteerplaatje. Ja. Dit is eerstejaars letterkunde. Sorry. Wat ik ook leuk vind, en dat is ook een klein detail, dat is dat je achter kop met kuif, dus haakjes, inclusief schrijft, niet kaal. Ja. RVG. Ja. Het is ook wel aardig. Ja, dat is nog een in je eigen gedicht sluiten. Ja. Als je dat vergelijkt met poëzie van vroeger, en dan denk je alleen maar aan de handloos van iets gevolgd, maar laten we zeggen Achterberg Nijhof, noem ze maar op, dat had nooit gekund. Dit was. Maar ik heb wel, in het Frans, ik heb wel gekkere dingen gezien hoor. Ja? Ja. Een jonge Frederik Forte die heeft een bundel L'Opéra des Minutes, dus operaatjes van een minuut. En dan lijst je dan is dit nog heel overzichtelijk bij. Dus iedere bladzijde is een soort woordpuzzel. Dat is dan allemaal woordje. Wel steeds een streep, voor jullie dan een streep zo en een streep zo. Een soort kader. En er staan woorden omheen. En denk je, wat is dit? En dan zit er een bijsluiter bij. Dus zeg, zoals je bij de opera krijgt, en er staan allemaal van die Oulipo-vers voor me. Keurig op alfabet, plus op welke bladzijde je ze kunt vinden. En dan pas weet je, oké, dus ik moet op zoek gaan op bladzijde 15 naar een gedicht wat 9 regels heeft. En de eerste regel heeft al 6 woorden die met een A beginnen. En zo, dan pas kun je... Je noemt in je verantwoording ook Danielowski, hè? Die het kaartenhuis. Ja, het kaartenhuis. Dat is ook een enorm... Dat is van proza weliswaar. Ja, maar dat heeft ook enorm... Toen ik een in die richting ging denken, heb ik allemaal boeken opgezocht die grafische puzzeltjes gekke dingen doen. En dat heeft het een beetje gevormd tot wat het is. Ja. Ruben, we kunnen nog uren met je verder praten. Ja. Maar zullen we je gewoon bedanken voor dit gesprek? Ja, dat heel wacht even, heel veel te vroeg. Nee, Rob, het is nog helaas het gedicht. Ja, dus we vliegen nog rond. De nieuwe gedichten. Ja, de nieuwe gedichten. Je hebt toch wat nieuwe gedichten? Ja, hebben we een klein setje, kan dat? Nou, dat moeten we eerst even vertellen, dat je in Zuid-Afrika bent geweest.
vertel maar even hoe het winternachtig is. Ja, vorig jaar, januari, eind januari ben ik in Zuid-Afrika geweest. En, en dat, daar is voor mij alles samengekomen. Want als je het dan hebt over taal, moedertalen, geïmporteerde talen, verboden talen, verplichte talen. Mensen die geen taal kunnen spreken. Bijvoorbeeld een student die in tranen zei tijdens een seminar van... Ja, thuis mocht ik geen Khoi spreken, we hebben dat verboden. En moest ik Engels en wat is het resultaat? Als ik thuis Khoi spreek, lachen ze me uit. En als ik hier, als ik Engels spreek, lachen ze me uit. Dus, dus al die verhalen, plus natuurlijk de Nederlandse erfenis met racisme, volken, bloedlijnen, alles, alles kwam er samen. En toen, maar letterlijk voor jou? Ja, dat was een hele imposant samenkomen. En daar ook de gesprekken met een zwarte dichter, Changa Dickinson, die uit Sint-Maarten woont, die nog nooit in Afrika was geweest. Het eerste wat ik deed toen ik in Zuid-Afrika kwam, was een hap grond nemen met opeten. En verhalen van, je hebt daar natuurlijk ook aan, nou, niet in Zuid-Afrika zelf, maar andere oostkustlanden waar die slaven dan werden weggedreven. Ja. Waar mensen groepsgewijs dan door die slavenkelders gaan. Waar gewoon nog steeds bloed in de muur zit, omdat er altijd zo met het zo opeen geopend staat. Maar dan de blanken, dan als er een clubje van een paar blanken is, een groepje van 20, die worden gewoon apart rondgeleid. Want anders kan het gewoon fout gaan. Er komen zoveel dingen voor. Plus ook het hele verhaal van wat daarmee samenhangt, wat we net hadden, page en stage poetry. Waarbij ik natuurlijk zei, ja, my page is my stage voor my poetry. Maar daar zal ik vier gedichten van, in ieder geval drie. De eerste is een verslag van het gesprek wat ik met die Changa Dickinson heb. Lange wandeling. De ene voet met altijd iets van weemoed nog in Afrika, de andere waar dan ook de blanke handelaar hem bracht. Ik had hem kunnen zijn, die slavendrijver. Ik was hem niet. En als ik hem al was, was het beter te vergeten en wist ik het niet meer. Hij had hem kunnen zijn, net zo goed. Alleen zat hij een beetje vast aan de andere kant van de lijn, op een benauwde plek met een ketting om zijn nek die hem als navelstreng voor altijd binden zou aan zijn familie. Met de jaren verder weg, zijn zus werd zo een verre nicht, zijn oom een oud verhaal. Zo krijg je broeders, waar ik in elke blanke man een vreemde zie. Nu zijn we weer terug en lopen, de handen op de rug gevouwen, heel normaal beschaafd als een soort van George en Jimmy over de savannen, proberen het nog wat uit te praten. Niet eerder was ik zozeer een Hollander en de felle zon kent geen genade, schijnt uitgelaten. Over Afrika. Prachtig, Ruben. Ontzettend mooi. Dit is dus een verslag van wat ik zei, dat meisje wat zei dat hij in er staat daar heel erg gebiologeerd waar wij als Nederlandse dichter, zeg maar, over die felheid. Met wie was je daar? Antoine de Kom. Oh ja. Ja, en dan dus die Changa Dickinson en die nog een uit Indonesië. Ik weet het niet. Winternacht. En er staat op een gegeven moment. Die mensen, die jonge Afrikanen, die studenten staan zo fel op het podium en die willen allemaal zo gehoord worden. En dat op een gegeven moment ook weer, maar ze willen niet eens wel gehoord worden, maar ze willen zelf niet luisteren. Het zijn allemaal hele eilandjes die heel fel zijn, opgefokte eilandjes. Ja. Maar er was één dichteresse die op een gegeven moment zei, I don't consider myself as a poet, I consider myself as an expressionist. En ja, toen viel ook, daar begint dit. Ik ben geen dichter, zegt ze, ik ben een expressionist. En als er wat in het Engels mist of Afrikaans, dan klik ik er gewoon iets anders aan. We mochten niet spreken, niet in onze moedertaal. Nu willen we het allemaal. Het is een storm die al in ons zat, die op is gaan steken. We werden niet gehoord in de luwte. Vergeleken met die stilte klinkt elk woord nu als nieuwe wind die iets te breken vindt. We hoeven het niet te lezen van papier, want het staat hier, dat uitroepteken. Ze slaat zichzelf op de borst. Staat gevuld met 11 officiële talen verhaal te halen voor een luisterend gehoor. Dan volgt een oratie vol van fixatie op alle bloedlijnen die in haar zijn. Ik voelde me zelden zo wit. Witter dan dit gedichtenwit, waar nog altijd wel iets van zwart in zit. Minstens inkt van een enkele verdwaalde vraagteken, waar blanke letterkundigen op promoveren, in proefschriften die uit de wind liggen te verbleken, in fluisterstille bibliotheken. Ja. En dan hebben we één avond meegemaakt in een hardcore uitgaanscentrum Kaapstad, in de Changa Bar, de Zulu Bar.
wat waar een soort spoken word avond plaatsvond, waarbij Antoine en ik dan in het begin van de avond ook wel even mochten optreden. Mm-hmm. Wat gaandeweg de avond echt een enorm opzweepte en allemaal met puur gesproken woord. Er zat eigenlijk halverwege één zanger. Allemaal puur gesproken woord en een publiek, nou ruim de twee keer deze oppervlakte, een publiek drie kwart zwart en dan van de kwart niet zwart, drie kwart kleurling en dan nog een paar verdwaalde blanken. En ja, dat kon wel. Toen heb ik voor het eerst het woord gedogen begrepen, dat ik werd gedoogd. Ik werd niet onheus bejegend, ik werd niet vijandig aangekeken, maar ik werd een soort genegeerd, als het ware vriendelijk genegeerd. Je vond het in een coffeeshop. Ja, gaandeweg die avond had ik steeds meer gevoel dat ik alleen nog maar ogen was geworden, zeg maar, dat ik ergens zo in het plafond hing en in een soort jaren 60 Harlem, Amerika. En, fantastisch. Nou, dat is hierin teruggekomen. Die toren van woorden, dat verheven podium, betreden door aanbeden woordenspuwers, rijdt hoger en hoger naarmate de avond vordert. En nog heerst er een haast wellustige taalhonger beneden aan de voet van het spreekgestoelte. Zij zijn de nieuwe uitverkorenen, roept ze in mijn oor. Ik had haar al gezien, helemaal in het begin. Ze ging me voor naar voren waar we nu onopgemerkt zijn opgegaan in een joelende mensenmassa. Tot leven geblazen metaforen, als manna over de hoofden uitgestrooid, bespelen de openstaande oren zodat we vergeten wat we horen. Enkel het strelen van zinnen ondergaan, het gezelen van mitsen en maren. Dat gemengde koor van heese kelen blijft ons gezelen en strelen totdat we niet meer weten en alleen de ander toebehoren. Tot elkaar ingaan in gedachten die niet langer meer de onze schijnen, maar onszelf geworden zijn, adem hebben gekregen in een verscheidenheid aan vreemde talen. Ze draagt kleren die haar staan, maar wat doet dat er nog toe, nu we alles opnieuw moeten bepalen. Hier begint het leven, zoals het ooit moet zijn begonnen toen. Ik weet van de savanne buiten, daarachter de onmetelijke wereld, die nog altijd verlangt bevolkt te worden door mij, door haar, door ons. En als laatste, dat is dan wel de eerste die ik heb geschreven van die hele cyclus, waar onze vaste driver, die heet Z. Geweldige, mythische naam natuurlijk. You can call me Z. Waarom is deze dan? En bij de deur staat Z. You can call me just like that. Geen poseur, geen portier, maar rots in de branding. De chauffeur die onze bus vlot de lange nacht doorloodst, wel zeer hoge bergkammen over langs zerken van verweerd graniet. Driewerf hendel, halleluja, schettert door de open ramen, echoot amen, al maar amen in een eeuwigheid die knettert tot in het verre zwerk, het grote niet. Z. Hij moet lachen. Ja man, we worden moe. Breng ons naar huis, voorbij dit vreemde zuiderkruis. Richting bed, dek ons toe met deze deken, deze nacht. Maar wacht nog even, we leven, Zet, we leven. Sla acht op dat gegeven. Zet wacht, geeft gas en lacht nog even. Even iets vragen, want hoe lang die cyclus is nu? 5, 6 gedichten? 7. En je bent ook al een nieuwe bundel? Ja. Bij contact? Ja. En wanneer moet hij verschijnen? Ik weet het nog niet zo goed. Ik heb nog een idee voor een... hij is nu nog. Ik heb wel een redelijk consistente 2/3 van een bundel, zeg maar, bij elkaar. Ja. En ik heb een reeks die ik wil gaan doen met 23 gedichten. Dus die zal ik dan eerst... Wat ik trof uit het voorlaatste gedicht dat je voorlas, was het woord taalhonger. Taalhonger. Die heb je daar erg bemerkt. Dus ja, gretigheid. En een drive om dingen te doen. Mensen die gewoon gemotiveerd vanuit een hele particuliere motivatie daar echt een noodzaak hebben om gehoord te worden. Ja, Afrikaanstalig. Ja, dat is een noodzaak. Heb jij ook daar gehoord, in Zuid-Afrika schijnt het slimmer. Ja. Zijn oorsprong vinden het bekvechten heet dat, bij een gebrek aan, zeg maar uitgevers werden de auteurs tegen elkaar kwamen die uit om... Ja, maar ze willen ook niet eens gepubliceerd, ze willen daar staan. Ze willen staan, podiumkunst. Worden, Het is een hele vreemde situatie, hè, met die klikplanken, dat is die kooitaal.
zijn ze nu dan, willen ze dat allemaal op universiteiten gaan leren, maar er zijn alleen een paar blanke docenten die dat geven, die dat ooit bestuderen. Dat is, aan alle kanten zit het daar zo vreemd in elkaar. Ja, dit is de erfenis van 60, 40 jaar apartheid en wat er ervoor nog kwam. Ja. Ja. Ik bedoel, in de eind 19e eeuw hebben twee Duitse taalkundigen, een Duitse en een Britse, die hebben toen die klikklanken vastgelegd. Ja. En met behulp van gevangenen, die dus hun verhaal heel fragmentarisch vertellen. En die boeken zijn gelukkig bewaard gebleven. Ja. Maar dat is een uitstervende taal. Ja. Dat, maar die poetry slams, er was ook een zwarte Amerikaanse dichter die in Amerika, wat er gewoon echt geld mee verdient met mensen die daar goed in zijn. En die zitten dan te mopperen. Ja, als je als acteur of als rapper mislukt, ja, die vervuilen de markt, want die gaan dan ook maar ineens slammen. En in Zuid-Afrika is dat ook al. Mensen uit omringende Afrikaanse landen die daar ook te gast waren, die daar meedoen aan slams. Dus nou, dat is vaak in LA heb ik gezien dat bij stand-up programma's de avond vaak getoast wordt, opgewarmd wordt door dit genre, zeg maar. Ja. En niet dat mensen proberen zichzelf te profileren daar. Maar dat zijn dan de nieuwe dichters. Ja. In een van die universiteiten was geen mensen zo'n klein opdondermeisje uiteindelijk die dan meedeed. Die was 15 of 16 die deed mee aan die slams en die zei geen meteen zo'n slim. Hey, ben je een echte dichter? Ja, je hebt wel de kleren aan van een dichter, maar ben je ook de kleren gewoon? Ben je een dichter of ben je een wannabe dichter dat je jezelf kleedt? Dus het was voor jou ook een aardverschuiving? Ja, maar het was heel bizar, maar dat leeft daar dus enorm. Maar ze zijn daar ook een standpunt aan het verdedigen, niet zozeer een persoonlijk standpunt, maar ze zijn toch meestal... Ze maken zich ergens hard voor, is dat ook? Ja, maar hebben ze boodschappen? Ja, dat bedoel ik. Nou ja, het zijn dus, wat we in die zin net als in dat gedicht, het zijn trots op de taal en de familielijnen en dat ze mogen zijn met wie ze zijn. En van 30% deze taal en 70% die taal. Ja. Dus daar zijn ze dan heel. Want de Afrikaanse is een beetje in de verdrukking, hè? Sinds de aanzienlijke overheid. Ja, dat mag ook weer wat meer. Dus het is alweer een beetje, het maakt alweer een comeback op het nemen. Maar ze doen nou ook niet moeilijk meer om gewoon in één gedicht 3-4 talen door elkaar te gooien. Dus, dus wat wij hier in het slam screen met z'n allen doen, dat staat eigenlijk weer nergens op. Dat is heel vrijblijvend. Ja. Maar ja, de boel... Zelfprofilering zie ik vooral. Ik kom heel veel tegen, vooral mensen die zelf verkopen. Ja. Nee, maar ik kom heel veel op middelbare scholen en hangt iedereen maar een beetje wat ongeïnteresseerd rond. Ja. En daar diezelfde leeftijd daar, die hebben ergens van de helft of 30% leeft over 10 jaar niet meer. Dus dat is een hele andere maatschappij. Ja. En die hebben allemaal iets te zeggen en die moeten vechten. En die vechten ook in hun poëzie. Ja. En dat is wel heel interessant om... Vecht in poëzie, dat is een mooie afsluiting. Ja. Ja. Rubio, ontzettend bedankt voor deze informatieve en verstrooide middag. Ja. We vonden het heel leuk. Het is erg genoten van je om je poëzie nog eens helemaal door te nemen en een aantal dingen te wijzen. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Een kleine hoeveelheid, precies groot genoeg om eens een aantal gedichten nader onder de loep te nemen. Ja. Volgende keer is Esther Jansma aan de beurt en haar werk zijn we nu ook. Op 21 december? Ja, het is 4 dagen voor kerst. Dus eerst krijgen we dan een kerstvertelling. Dan gaan we praten over de poëzie van Esther Jansma. Ja, graag gedaan. Hartelijk dank.